Als het echt waait, als het echt stormt, nou ja, dan wil je hier niet wezen. Er zijn mensen die vinden dat fantastisch, die gaan hier dan windsurfen. Nee, ik heb niet mijn voorkeur. Zo stoer ben ik niet. Ik vind het bizar dat als je hier naar beneden gaat en duikt, dat je dan resten opduikt van mensen die hier vroeger geleefd hebben. Het was een dorp waar turfstekers woonden en werkten. Dit gebied stond in verbinding met de Zuiderzee. En bij een hele stevige storm zijn alle dijkjes, alle legakkers waar het turf op de droge werd gelegd, zijn doorgebroken en is dit grote meer ontstaan. Hier, nu dus onder water, hier stond de kerk. Het is eigenlijk wel een plek van dramatiek. Hier kan je goed zien wat ik bedoel met dat patroon van trekgaten en legakkers. En je ziet dat water en je ziet daarnaast het land. Daar legden ze vroeger turf op te drogen. Het bijzondere van hier is dat het een heel nieuw landschap is. 5 jaar geleden was dit nog landbouw. Het is gewoon verbluffend hoe snel de natuur het hier overgenomen heeft. We zijn hier in de wiede constant aan het werk, het hele jaar door, maar ook in een steeds terugkerende cyclus. Dus de afwisseling tussen rietlanden, de hooilanden en dit open water, wat we een aantal jaren geleden hebben gemaakt, wat nu weer in vele decennia de tijd krijgt om te verlanden. Kijk, hier zie je mooi hoe water weer land wordt. Dit is Krabbescheer. Dat groeit in tientallen jaren tot een heel dichte mat. En daar kan je dan straks weer overheen lopen. Als we hier niet werken, dan raken we de variatie kwijt. En dat willen we niet. En deze blijf ik ook altijd hartstikke leuk vinden. Veenpluis. Lijkt net wol. Pracht van de vogels. De rust, de wijdheid, stilte. Prachtig.